Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u met een grote bieke barassa straight from the heart, puur natuur. Een dit und rustig, maak je nergens druk om, maar hou het wel in de gaten. No las ding, Beste vrienden, het is vandaag 7 juni 2023 en wij voeren u terug naar een prachtig moment waarop Men bezig is elkaar te voeden. Op deze foto merkt u dat de mevrouw gevoed wordt door haar man, die toevallig de gekozen president is van Suriname, Jadrika Persat Sandopi. Mijn hey beste vrienden, het een hele bijzondere foto, omdat het inderdaad symbool staat voor de manier waarop tot nu toe Chandrika Prasad, de president, het beleid gevoerd heeft in Suriname. Het vet gaat altijd naar één kant. Voor deze gelegenheid noemen we ze even baba. En mij. Alleen <laughs> aan de bovenkant, boven mijn hoofd, ziet u ook een excellentie, en die kijkt toe hoe Baba mij aan het voeden is. En tegenover mij aan de andere kant, daar staat Charlie, en die kijkt weg het publiek in, eigenlijk met de vraag. Of jullie ook zien wat hij ziet. Nou, ik zie het wel, mijn beste vrienden. Het symbool is prachtig en u moet dat vasthouden. Alleen maar, al was het alleen maar omdat het u vertelt dat dit is wat er in Suriname gebeurt. Oké? Okay? Vanaf het begin van de rit. Van Chan heeft hij ervoor gezorgd dat zijn familie en vrienden helemaal in die nyampatu terecht zijn gekomen. Als eerste brak hij het statuut van Staat Olie Open om daar Maya te plaatsen, zijn vrouw. De first lady, haar excellentie, zijn excellentie, echter, die bleef niet achter, die plaatste op elke mogelijke plek. Zijn broer, zus, vrouw, uh, echtgenoten, kinderen, dat hele dat hele ding. En eigenlijk kan je rustig zeggen dat deze combinatie van uh, VHP, Abok, Chan en Excellentie. Eén is waarbij die koek verdeeld wordt en wordt doorgegeven aan zij die al hebben. Is lastig, is lastig. Ja. Zij die al hebben. Ai hey boy. Kijk nou. Er is sprake bijvoorbeeld van de BTW die is ingevoerd in Suriname en uh, daarmee wordt natuurlijk nog meer geld afgeroemd van de mensen die het toch al niet hebben en dat geld dat gaat ja, naar de staat. Eigenlijk zou in een ontwikkeld land zoals Frankrijk, Nederland Duitsland, België en dergelijke dat is een goede zaak de BTW is een goede zaak, want daar zie je wat er mee gebeurt in Zuname zie je het niet eigenlijk zie je helemaal niks en nog veel erger de BTW kent al een aantal vrijstellingen zoals de olie en de gassector, die er nog niet is trouwens. En goud. En de casino's. Die hoeven dus geen BTW te betalen. Waarom niet? Beste vrienden, kijk naar de foto. Die foto vertelt u waarom. Zij die al hebben, die moeten meer krijgen, want dat is de ideologie van friends en family en uh, de excellentie Ronnie Brunswijk die applaudiseert voor datgene wat de president doet, wat zelf doet hij precies hetzelfde. Dus beste vrienden. U moet niet raar kijken als het niet goed gaat in Suriname, want het gaat niet goed en het zal de hele tijd duren voordat we u kunnen melden dat het wel goed gaat. Het probleem in Suriname in het algemeen is het feit dat wij geen leiders hebben. Nee. Ooit was Lachman leider van de Verenigde Hindustaanse Partij, en het leiderschap daar heeft ervoor gezorgd, in samenwerking met de cultuur die de mensen hebben meegenomen uit India, dat ze vandaag op alle gebieden een voorsprong hebben. Maar ja. En de tweede grote groep, de tweede grote etnische groep in Suriname, de Afrikaan, de Afro's, de Crioro, die moet steeds het onderspit delven en loopt achteraan. Vandaar dat ook Ronnie Brunswick een bijzondere uitspraak heeft gedaan. Ama ehoori, kautere. Kautere betekent de start van de koe. En in dit geval start van de olifant. Dat betekent de olifant heeft een hele korte staat hoor. En als je die start vasthoudt, dan gebeurt heel veel met jou. Beste vrienden, we hebben het over kilo's patja patja die op je heen worden gestrooid. Beste vrienden, er worden dingen gezegd waarvan men die strekking niet kent. Ik begrijp ze met takkie. En als die kilo's patja patja het lot is... Van die Avro Zarnamang, die als het zand verdeeld is in Suriname, in stammen, in hokjes, in, in, in religie, in alles, dan heb ik een zwaar hoofd. Ik heb eerder gevraagd, wat is de cultuur van die Blagamang? Bij Chan kunnen we duidelijk aangeven: de cultuur die komt uit India is een hele oude cultuur met grote wereldverhalen. Ja, man, ze hebben wel duizend goden. En doen dat ding. En overal waar die Indiërs komen, gaan ze door naar de top. Maar wij schijnen niet te leren. We blijven kouteren. In dit geval olifanten. En dat, beste vrienden, dat moet veranderen. Het kan veranderen en het zal veranderen, want ik geef de hoop nooit op. Zolang Amide, ik geef die hoop nooit op. En ik weet ook hoe we het kunnen veranderen. Maar daar straks meer over. Parmaribo, groeit u rustig. Suriname United is the only way we are going to win the fight. Dat later.